come with me. Follow me. Of het even nagaan of, je dat, of ik dat inderdaad heb zit in erbij hebt. Hey! Ik heb een cadeautje. Ja, dat is? Guard. Leuk. Ik heb nog 2 seconden over om deze guard in te ruimen. Wat die andere guard naar boven gaat, dus hebben we nu alle guards. Hey. Yes! Kijk eens, is dat wel goed gaat? Kijk, ja, dit is precies het moment waarom alles misgaat. Kom naar deze kant. Hallo. En hier is nu mijn homunculus. Homunculus, ik vind het wel leuk, maar je hebt hem niet vastgebonden, hè? Weet je. Hij loopt nog 18 aan trouwens, hè? Moet hij liggen? Ja. Kijk, jij moet alleen even naar de andere kant rennen. Ready? Yeah, let's go. Je hebt eentje erop van snel naar binnen. Liggen. Niet cable ties. Ik heb aardig wat cable ties bij me gelukkig. 3, 4. Zo, dan is het kapitaal over. Hier. Ja, in die hokset zie je natuurlijk niet helemaal goed welke er vastgebonden zijn en welke niet. Ik pak alvast de drill. Ja, ze zijn allemaal vastgebonden. Waar is die andere? Autotekentje heb ik hier al. Ook leuk dat je niet de auto eruit heen kan schieten. Ja. Nou, die ATM's? Ja, drill en ATM's doe ik. Ga jij volgens mij zoeken de packages? Oké. Weet je waarom ik ook de drill doe? Nee. Als ik hem opzet heb ik niet eerst 10 seconden nodig om te upgraden. Ah, oké. Opzetten is 3 seconden, maar upgraden is gewoon 10 seconden. Dan heb ik liever dat hij maar 1 keer goed neerzet. Ja, oké. En dit wordt de eerste ATM. En de tweede ATM gaat nu ook open. Kijk, ze hebben sowieso 1 miljoen in onze PD zitten. Mooi. Ik heb er weer zaag nog eens uit. Well, niemand merkt dat. Mooi, want daar zien we maar... Er zijn er maar... Oh nee, wacht, eentje is er binnen gelopen. Ja. Ja, ik weet niet of je nou ook altijd meet, of je die ook moest meetellen met degene die buiten zijn als hij naar binnen loopt. Yay, package.
Om 5. Holy shit. Oh, dat heb ik deze keer niet. Holy shit. Hoe heb jij dit al gepakt? Nee, lacht er niet. Oké. Moet goed gaan. Ja, wel. Het gaat ook. Zeg het dan niet. Zeg nou dan nooit. Er is niemand meer, letterlijk. Het spel vindt wel een manier om ons te naaien. Ja, daar heb ik heel erg gelijk in. Het spel vindt naaien altijd zo ontzettend leuk. Wel een CSP het is. Ja, hij heeft... PD2 heeft een mini-versie van ons in elkaar genaaid. Ja. Mini-Mail en een mini-Drew. Ja. En daar zitten ze af en toe mee te vechten. Ja. Tegen Drew. En vaak met Mail. Ja, vaak, heel vaak, ja. Ik heb 1 keer gewonnen volgens mij. Volgens mij, ja. Nou ja, behalve als je de 1 keer uittelt dat je me nog een keer hebt geslagen. Maar dat ik daarna opstond, en je reed nam. Ik weet niet of dat winnen nog verlies, want je vond het aardig leuk. Tenminste, de pop, niet jij niet. Ik dacht al! De gast die de pop was, die vond het heel erg leuk. Niet een of andere rare sadistische CSP-fantasie. Kut, de kluis. Het zou Axel wel geweest zijn. Ja. Die vindt het altijd lekker, als jij mee zijn reet neemt. De popversie van jou. Ik doe het alleen niet, dat is leuk. De popversie van jou. Ja, die doet het ook niet. Oh. Zelfs de popversie van mij door van no, dat gaan we niet doen. Hebben we je dan zijn reet genomen? Ja. Gewoon door zichzelf, met zijn vuist. Waarschijnlijk door zijn ma, die heeft waarschijnlijk ook een penis. Ah ja, kan ook. Waar zit die fucking laatste package? Een echte CS-penis. Die blijft geweldig. Waar is die laatste fucking package? Ik weet het ook niet. Hoor, van de reden heeft dat hacker dat probleem met open gaan. Als je hem inderdaad open zaagt. Ja, dat doet hij nooit. Dus mensen van PD2, fix it. Of iemand die heel erg goed is met bijvoorbeeld een mods maken voor PD2. Fix jij? Het hack is kapot. Hey. En fix ook direct alle bugs die wij hadden. Nee. Mailen, deposit. Wel, nee. Ah, je hebt toch je stal bij je dus. Money. Nice. Ik heb een ring. Hey. Ik neem vast wel zakken en zo mee. Okay. Als je toch nog wel even bezig bent met die zaag, dus. Ja, je kan ook helpen. Nah. Dat doe ik wel als er niks ligt van zakken. Kijk, want dan is alles wat gebracht, hoeven we dat niet naar de hand te doen. Mm-hmm. Je wilt gewoon niet helpen. Ik maak nu mijn tweede kluisje open. Oh, weer een tas zie ik. Ja. Zie ik direct de hut verschijnen. Hashtag awesome. Trouwens voor degene die nu pas de livestream ingekomen zijn, de mod die we gebruiken voor de hut is de Hoxhut. Dat is ook waarschijnlijk de enige mod voor de hut. Nee, er zijn er nog een paar. Serieus? Yep. Er zijn er nog een paar, alleen dit vond ik de beste. Maar ik weet er minstens 3 moeten er zijn. Nog een buik. Dankjewel. Je bent goed bezig, Melen. Jij niet. Hoezo niet? Ik heb alle 4 de cards afgemaakt. Eentje headshot, de andere 3 door het lichaam. Ja, ook alleen maar een of andere spastische reactie.
niet echt vooruitgedacht, het gebeurde gewoon. Ja, oké, okay, dat is waar. Oh wow, weer een back. Het was eigenlijk meer in deels eigenlijk nog een ongeluk ook. Ja. Nou, die eerste niet. Nee. Ja, ik ga die skirtje room ga ik echt niet in hoor, zonder die kaart erin vermoord. Weer een back! Dus ouderwets gold. Nice! Maar daar. Het was een beetje donker, goud. Klopt. We hebben al gewoon al... Onze payer is er gewoon al 2,6 miljoen. Haha. Wordt zo 2,7, dat gaat zo meteen sowieso naar 3,8. Nee, 3,3. 3,2. Bijna 3,3. Ah, 3,85. Even net alles leeggetrokken. Ja, je bent nog een rijtje vergeten. Weet ik, dan was ik nog wel bezig. Ah, en ik had er zin in. Oké, dan mag het. Oh wauw, gewoon direct leeg. Jij zag toch? Ja, moet je kijken wat ik gedaan heb en wat jij gedaan hebt. Die drie kluisjes. Ja. Drie hele kluisjes. We gaan zo meteen 5 worden. Hé, je hebt een ringetje bovenin. Ik heb ook een ringetje. 3,7 miljoen gewoon al bijna. Waarom zouden mensen een ring in het huis doen? Geen idee. Misschien een trouwring die ze zich moesten geven. Terug moesten geven. Niet gedaan. Kan ook. Die denken ook van, joh, die ring kan ik doen. Mati, die ga ik niet teruggeven. Maar toen mijn medailles zijn van Robo. Ja. Zo zou ik hartstikke veel sporten gehouden hebben. Hey Drew, ga je heel blij maken. Oeh. Twee tassen. Drie tassen. Jezus. Hoe goud en geld? Twee goud, één geld. Andersom. Sowieso een PD van 5 miljoen. Ik ga ook ik altijd in de woorden. Die kut Hoxton en John Wick. Ze weten niet hoe het leven in elkaar zit volgens mij. Ze snappen het even niet meer. Ja. Ze hebben altijd een vraagteken boven hun hoofd. Altijd. Ze snappen het leven even niet. Het is een heel groot mysterie voor ze. Yep. Zo, ik heb ook minder leven hè, dan Hoxton. Serieus? Yep. Zonder ik is echt waardeloos. Ja, hij heeft ook geen masker. Waarom? John Wick is een publiciteitsstunt, meer niet. Tas. Juist. Twee tas. Nice. John Wick is letterlijk gewoon een lopende advertentie. Yep. Van een of andere film. Ja. Een film die ik dankzij hem nog niet eens kijken wil. Echt ja. Je weet toch dat intro stukje wat jij niet hebt gezien met die... Tas. Dat je... Oh wauw. Want je op het begin echt niet... Dat je op het begin dat andere dingetje had. Uh-huh. Met een strand op het begin. Ja. Met rare muziekje. Mm-hmm. Dat is een filmpje, dat is best wel een redelijk filmpje. Uiteindelijk heb je echt gewoon die reclame voor die film, hè? Serieus? Yep. Zegt.
Kijk, ik had het echt fijn gevonden als hij John Wick kreeg. Ik had het niet eens erg gevonden. Als hij zich gewoon een beetje aanpast op het spel. Dat hij tenminste een masker heeft en zo, dat hij er gewoon bij hoort. Nee, hij wil dus speciaal zijn. Ja. Dus zeg maar, ook, zeg maar wij maken een advertentie voor het huis of series of zo. En wij gooien onszelf in het spel. Ik kan mezelf gewoon echt een masker gegeven hoor, en al die shit. Echt aan? Ik krijg niet speciaal zitten te doen. Ik zou mezelf gewoon een masker, een speciaal Osiris masker geven. Dan doe hem. Wauw. Hebben we eindelijk even het geld binnen. Ja. Wat domme, dat doen we wel. Yep. Bonies. Yep. Maar één huis doen. En een level erbij, heb ik. Nice. Kan je ook huis te gaan doen? Nog één. Ukrainian. De laatste. En weet je wat we na gaan spelen? Nou, niks. Dragon Age Inquisition. Alleen dan... Zeg een keertje goed, alsjeblieft. Ik heb dat nog nooit goed gezien, nog goed horen zeggen. Hey! Inquisition. Inquisition. Niet Inquisition, niet, wat was zij nou als eerste, dat ik helemaal moest lachen. Ja. Dat is gewoon een heel ander woord. Ja. Ja, ik weet hoe ik ben. Dat weet ik inderdaad, en daarom lach ik ook zo. Hey! Dat zou ik precies 100% moeten geven. Hey, serieus? Yep. Oh shit, ga ik doen dan. Het is nu, ik weet niet of het daarvoor is. Ja. Is toch wel gewoon te doen. Ja. Oké. Maar ja, even als advertentie voor Dragon Age Inquisition. Hij is kankervet. Hij is echt kankerziek. Ik moet nog proberen, maar ik geloof dat ik op zwart. Kijk uit. Ik heb van tevoren hier en daar wel een beetje commentaar gehoord, alleen de slechte punten die genoemd werden heb ik net meegemaakt en zo slecht was het niet eens, het was nog leuk ook. Kijk uit, dat staat een kaart. Wow, hallo, nee, de kaart. Headshot, motherfucker. Ik ben altijd headshot. Hey. Mine. Hij ziet je doorheen, hè? Wat? Oh, dat is bullshit. Nou, doodschieten. Ja. Ik schiet met een bepaalde reden niet door het raam heen. Omdat ze wist dat kunnen horen. Ik heb geen zin dat ze wist de ramen kunnen horen. Daar maak ik hem al het eerst open. Hallo, vandaar. Oh ja, skills and perks. Ja. Ja. Ik ben klaar met perks. Je hebt ook één skill point. Ja, ik had ook even... Ik wist ook weer punten had gekregen voor die perk decks. Ik wist ook nog dat ik heb 98% van een van die perks had. Maar ja, met die ene skill point kan ik nog geen kanker doen, dus dan scheelt ook weer. Ja. Dat is het enige skill point die ik had. Ja. Ja. Ja.
Niemand bang zijn, hij. Hm? Ik doe even veilig. Het enigste buiten. Oké, okay, we gaan er niet via deze kant naar binnen. Want hier is natuurlijk een camera. De cameraman is aan de andere kant. Er zouden nog twee cards moeten zijn. Waar moet deze neerleggen? Die mag aan daar. Ik ben uit meer. Dit lichaam ligt hier goed. Perfect, jongen. Wat? Echt perfect neergelegd. Waar ligt hij bij jou? Huh? Waar ligt hij bij jou? Nee. Maar waar ligt hij bij jou? In het raam. Echt in het raam gewoon. Op het randje hier zo waar ik nou sta. Lol. Voor mij ligt hij gewoon hier aan deze kant. Huh. Fucking John Wick nog, snap het even niet meer. Jezus! Lukt het? Oké. Leuk is wel alle cards bij elkaar. Mooi. Jullie naar beneden. Leg jij me even, dan zet ik even die drill erop. Oké. Nu gaan we binnen. Nu. Oh, hallo. Oké. Allemaal? Denk het wel. Mooi. Oh, je drill. Oh. Of potato. Neem ook trouwens al bags mee naar de fans en meteen. Nog niet. Ja. Oh, wacht, nog niet. Het is gevaarlijk als je dat nu doet. Veel te gevaarlijk. Mm-hmm. Nu kan je gewoon via de deur. Ah, metaal detector. Ja. Ik ben stom, maar zo stond ik de metaaldetector vergeten, dat was ik ook weer net niet. Nou, zie je ook niet via de ramen kunnen. Anders heb ik ook gesloopt. Dus ja, we kunnen niet via de ramen afzien dat ik de dingen naar beneden heb gehaald. Mm-hmm. Wil ik een goed idee om even de shits en voor de dingen te gebruiken. Eentje is bijna 1 minuut klaar. Mooi. Dat klopt, dat hebben wij inderdaad gedaan. Ik hoef die ene drill niet te doen. Mm-hmm. Dat is degene die zich de vorige keer ook heeft gerepareerd. Zichzelf, dus waarom zou ik dan?
Ja. Hebben we alles. Ja? Mooi. Nou, alleen nog even wachten dan. Ja. Zij kunnen die camera's ons niet zien. Kijk in die kamer. Die guard die daar binnen altijd staat. Huh? Jo. Oh ja, ik ben al een camerabeeld van kanaal dat even. Ja, dat is dus waarom ik hier altijd zit naar binnen ga. Gewoon dat hier die fucking camera altijd zit. Oh. Oké, dus zit in deze. De andere is net open gegaan. Hoezo we're running out of time? Volgens mij niet. Let's get the running, fuck out of here. Running. Hallo. Ik zag jou die granaten, ik zeg je weer staan. Doe de klinkstand, die gaat de granaat gooien. Je bent gewoon gelijk, want die gaat naaien. Nou, waarom denk ik dat ik naar buiten kom toen ik je zag dat je die granaat pakte? Monies. Kijk, ik zou level omhoog moeten gaan. Ja, ik ga sowieso level omhoog. Nice. Yes! Level 99! Nice. Nog één level, holy shit! Dan ga ik de Infamy in. Hey, eindelijk. Ga ik kijken of ik stem weer kan inhalen. Maar beste kijkers, dit was dan voor deze keer. Is dat allemaal shit zoals bij de YouTube versie in de beschrijving. Nee wacht, het is allemaal YouTube versie. Dus maakt niet uit, zowel livestream als recording van de livestream. Alles staat erin. We allebei informatie. En beste kijkers, heel simpel. Tot! De volgende keer! Hallo!